Sammy, je staat hier met de wedstrijdbal, daarover straks meer. Wat voor wedstrijd hebben we nou gezien vanavond? Ja, op en neer. Beetje een rare wedstrijd kan ik me voorstellen vanaf, in ieder geval in het veld wel. Om de wedstrijd, is een beetje raar om zo te staan na een wedstrijd en dan ja, met zo'n gevoel een beetje. Maar ja, na een 8-1 overwinning mag je na de wedstrijd in ieder geval niet te kritisch dingen bekijken. Goed het jaar afgesloten nu een paar dagjes rust voordat we weer volle bak moeten in begin januari. Dus, maar ja, nogmaals, het is een beetje twee kanten kan je het wel bekijken. We hebben niet de beste wedstrijd gespeeld, maar uiteindelijk toch met 8-1 gewonnen. Dus ja, zeg jij het maar. Ja, want hoe is dat? Kijk, ik proef het wel een beetje in je antwoord en je geeft dan nu inderdaad zelf ook aan. Het is, je wint 8-1, weet je, eigenlijk niet zo'n positiviteit. Maar het was helemaal niet zo goed volgens mij, hè? Nou, bij vlagen wel heel goed. Één ding wat ik wel kan zeggen, in de 16, of met onze kansen, zijn we heel goed meegegaan. Echt als killers in de 16. Wat dat betreft wel fantastisch. We zijn bij vlagen zo slordig geweest en ook veel weggegeven. Waardoor de tegenstanders ook meerdere kansen kregen. Wat onnodig was. We hadden de wedstrijd veel beter kunnen controleren en ook beheersen. Wat ook een van onze kwaliteiten zijn geweest tot nu toe in dit seizoen. Uiteindelijk 8-1 nogmaals. Ja, lesje effectiviteit, is dat misschien ook wel een beetje het sleutelwoord van deze eerste seizoen zelf? Ja, hebben we meerdere keren laten zien dat we wel heel effectief kunnen zijn. Bij die wedstrijd die we ook minder hebben gespeeld. Waar het dan een 1-1 tot de laatste minuut is geweest, of ik geef nog maar wat aan. Heb ik in ieder geval liever dit. Dat we vroeg in de wedstrijd, uiteindelijk kwamen ze op 1-1. Maar wel dat we in de eerste helft, dat we niet te lang wachten met aanvallend spel wat we kunnen doen. En de kansen benutten die we krijgen in de eerste helft al. En daar al een voorsprong maken. Is wel belangrijk geweest vandaag. Helemaal na ongeveer na een kwartier van de eerste helft kwamen we echt in een periode waar zij dan herenmeester waren bijna. En wij moesten achter de bal aanlopen en die scoorden dan de 1-1. Uiteindelijk hebben we binnen 2 minuten 2 doelpunten gemaakt en stond het ineens 3-1. Dus uiteindelijk met 4-1 de rust ingegaan. Ja. Was een hattrick nog iets waar je naartoe hunkerde dit seizoen? Altijd wel, maar het is wel een fijn gevoel. Maar niet per se waar ik op jacht ga, maar uiteindelijk als je 2 maakt in de eerste helft, weet je dat je nog maar eentje moet. En dat had ik in de eerste wedstrijd dit seizoen helaas niet gelukt, maar nu wel. Ja, ik heb niet denk ik vaak een spits die een hattrick heeft gescoord gefrustreerd van de kant zien gaan. Wat was er aan de hand? Fijne jaar was hier, Sammy. Dank je, hetzelfde. Als je tevreden bent als je gewisseld bent, dan zit je bij de verkeerde, dan hoort je niet in de topsport te zijn. Dat is meer gewoon de mentaliteit van ik wil altijd op het veld staan. Niks meer, niks minder. Dat is toen. Ja. Nu, een uurtje later, is daar niks van te blijken. Maar ja, zo hoort het denk ik. En er is niks mee bedoeld. Dat is gewoon de mentaliteit die we allemaal moeten hebben, vind ik. Iedereen die op de bank zit, die moet willen spelen. En als je op het veld staat, dan wil je niet eruit. Maar los daarvan, een prima overwinning. Ja. En ik ben blij. Niet te veel terugkijken, maar vorig seizoen hoorden we vaak natuurlijk, jij was erbij, dat het scorende vermogen ontbreekt misschien. Heeft het jou wat dat betreft verrast hoe scorende ploeg jullie op dit moment zijn? Nee. Jij wist dat het in de selectie zat? Ja, natuurlijk. Ik ben daar dagelijks mee bezig. Ik weet wat ik persoonlijk kan. Af en toe in dit seizoen is dat moeilijker geweest, moeilijkere tijden gehad. Wedstrijden van volgens mij 5-6 wedstrijden dat ik niet scoorde. En nu maak ik er 4-2. Het komt en gaat, maar ja, het moet beter en vandaag is een goed begin in ieder geval richting volgend jaar. Ja, het was, ondanks de kou had het aardig vol vanavond. Ja. Hoe was dat voor jullie en überhaupt de steun deze eerste seizoen zelf, heb je dat ervaren? Ja, steun is top. Dat weet ik. Dat is mijn derde keer bij Heracles en ja, de supporters ben ik voor altijd dankbaar. En hoe ze door dik en dun voor de club klaarstaan, dat betekent alles. En wat de kou betreft, hoort dat erbij in Nederland. Ja, ja. Dat is nou eenmaal zo. Ik ben hier 2006 gekomen en het is nooit anders geweest. Dus ik ben het al gewend. Nee, misschien een korte kerstwens voor de mensen thuis. Wil je dat in de kamer hebben of niet? Fijne kerstdagen allemaal. Namens Heracles Almelo en Samuel Armenteros.